Zo'n 50 verkommersje wenten en een groepsaccommodage matten de kommen in bedaad. De plan lizen er al jaren en liek neer echt van de groen te komen. Nou de eerste modelwente stit, worden de plan in ien concreter. Maar bedaad had ze al zijn twijfels over de omvang van de plan. 54 woningen is wel een heleboel. We hadden al wat bij elkaar opteld en dan komt toch wel tussen de 400 en de 500 mensen in een hoogseizoen komst. Een extra mensen die je roen stappen in het dorp. Ja, en dat maakt al hier wel wat een plakje vinden. En dan had je natuurlijk ook het extra verkeer qua auto's en neem het alleen maar op. En dat is, ja, dat is wel afwachten wat dat brengt. Vooral directe omwenners binnen het blied, maar de komst van mogelijk honderden nije bolje. Trienke en haar man binnen benauwd dat zij haar vrije uitzoog en privacy kwijtrijdt. Lieve net natuurlijk, we hebben een prachtig mooi plak en dat willen we graag zo horen. Hoeveel farm zoog je het liefst? Nou, het liefst net zo groot. He, ze zijn nu begonnen met fase 1, die is de F4 erop. Dit is fase 2. Nou ja, wat u betreft bloot het bij fase 1 en komt hier nooit een vakantiepark. Maar er binnen ook bedaders die juist komen zoeken. Sommige mensen die zijn heel positief en die zullen het wel gebeuren. Die denken van nou, dat brengt bedaard wat extra. De middenstand, ja, je ziet toch wel dat het op een gegeven moment wat minder waar. En extra mensen is meer yield in het laadje voor de middenstand. Zo werkt het gewoon. 40, 50 huisjes erbij te zetten, dat is denk ik een beetje droom. Maar ik denk 15 tot 20 wenningjes erbij, dat zou wel heel interessant worden. Ja, zat ze dat dan verdoeld ben eventueel om dan een paar woonarken. Zou iets eigenlijk in het wetten te lezen en om dat te verhuren, dat ja, dat just ik net overal. Dus dat ik denk dat het wel een beetje bij bedaard wel een beetje past. De verkommersje wenten zoen tussen de treien en vier een heel tonkastje gaan. De ontwikkelder wordt via de net een soort hoe de plan kwiet. De zoen al wel een paar honderd interesseren wijzen. Verkommersjeparkorganisatie Roompad zal de verhier aanst op hem nemen. Voor de inwoners van bedaard hield toch altijd eerst zin, dan leeuwen. Iedereen is misschien wel redelijk sceptisch, omdat het natuurlijk al heel lang doorgaat en het is een paar keer misgegaan en dan ben je misschien een paar geraamtes die je van hier lang. Dus ja, de meesten die denken, nou ja, ik moet het alleen nog maar zien.